Ja, dit is allemaal van ver voor de oorlog. Dit boek, dat staat aan het begin van mijn werk als historicus, onder de mensen, tussen de mensen, niet alleen in archieven en in literatuuronderzoek. En dat heeft geleid tot veel materiaal wat bij mij kwam, belangrijk historisch materiaal, met alle verhalen van de mensen, met alle dagboeken van de mensen, met alle notities van de mensen, en vanaf de jaren 80 tot nu toe bewaard. Met dit soort geschriftjes, met weergaven van hun ervaringen in Duitsland, naar Dachau, om hun kapelaan, pastoor en vicaris Royakkers op te halen. En hij had altijd een tas bij zich, en die heb ik dus ook van hem gekregen. Die heb ik ook nog steeds bewaard. En dat is dit tasje. Wat hij dus altijd bij zich had met zijn tochten naar Dachau in mei, ook nog iets later, 1945. Er is in Veghel ook, na jarenlang onderzoek heb ik het boven water kunnen krijgen, een belangrijke verzetsgroep geweest. Daar heb ik dus ook alle particuliere documenten van gekregen en mogen behouden en bewaard. Dat zijn deze mensen geweest. Ja, deze groep, hè, waarvan ik dus ook het materiaal heb, het originele fotomateriaal als bewijsmateriaal, die hebben dus in heel Oost-Brabant dus vele Joodse kinderen en volwassenen onderdak kunnen bieden, voornamelijk bij boerderijen waar ze wat beschut waren. Mijn verantwoordelijkheid is om dit nu te regelen en graag zo snel mogelijk. Daar zijn de kinderen blij mee en mijn vrouw is nog blijder.